Vandaag ben ik een ninja en ik heb een katana zwaard waarmee ik ninja dingen ga doen. Ja, elke keer als ik met deze katana sla, word ik een stukje sterker zoals je linksboven ziet. Mijn katana power is nu 22 of nu al 26,400001. Ik weet niet waarom ik zoveel nullen na de komma heb, maar blijkbaar is dat mijn katana power. In ieder geval, door te slaan kan je gaan trainen. En trainen, dat is nodig, want ik wil deze ninja's hier verslaan. Voor deze ninja heb ik 100 nodig, oftewel, ik ben nog niet sterk genoeg, want ik heb op dit moment 44,000003. Maar ik zal wel een stuk sneller sterker gaan worden. Want door middel van katana power kan ik ook betere katana's krijgen. En als ik nu met deze katana sla, krijg ik de hele tijd 2 erbij in plaats van 1. En ik heb nu alweer een betere. En nu krijg ik de hele tijd 4 erbij in plaats van 2. Oftewel, we hebben nu al gewoon 110, 113, 117 katana power. En dat zou betekenen dat ik hem aan kan. Let's fight! Let's go! Ik ben de beste ninja! Pam, 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 pam. Kom op mee. Klik, klik, klikken. En dan hebben we hem nog niet verslagen. Waarom kost dit zoveel moeite? Jeetje, ik moet echt een stuk sterker worden. Want dit duurt wel heel erg lang. Dit duurt echt veel te lang. Oké, supersnel klikken. Let's go! En we hebben hem verslagen. En dan krijgen wij een win van. En met die win kunnen wij dingen kopen. Namelijk deze ninja eieren. En het eerste ninja ei kost 5 wins. Oftewel, ik heb nog te weinig wins. Eens even kijken, want je hebt hier ook... Ah, kijk eens aan. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld dit hier pakken. En dan kan je zo tegen de dummy trainen. Oh, maar ik kan die dummy nog niet gebruiken. Ik moet eerst nog wat sterker worden. Ik heb 3k nodig om die dummy te kunnen gebruiken. Misschien kan ik veel beter dit trainen dan katana power. Want dit is nunchuk power, zoals je ziet. En uiteindelijk zie je hier boven mij de totaal power, wat 160 is. En dat heb je dus nodig om die mensen te verslaan. Maar jongens, we kunnen cadeautjes claimen. Dus laten we dat even gaan doen. Claim, claim. Oh, we kunnen zelfs een ei claimen. Wat krijgen we uit dat ei? Een muisje! Oké, laten we de rest ook even claimen. Claim, 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 claim. Jeetje, wat we kunnen veel claimen. We hebben hier ook nog de daily dat we kunnen claimen. We kunnen dit spin claimen. Geef me wat goeds. Kom op, kom op, kom op. Wat krijgen we? Wat krijgen we? We krijgen een ei. Oh shit, dat was best wel goed volgens mij. Boom, we kregen een firebed. Oh, hoeveel procent kans was dat? 10% kans. Dus dat was best wel goed. En nu zijn we in één keer een stukje beter. Hier, we kunnen deze pets gebruiken. Equip best. En als we nu de hele tijd klikken, krijgen we plus 22 erbij. Dat betekent dat we gelijk deze hier kunnen gebruiken. En dan krijgen we de hele plus 66 erbij. Oké, wow, ik ben wel benieuwd wat de katana geeft. Die geeft mij hoeveel? Plus 132. Jeetje, maar die katana is beter dan deze. Maar als ik dadelijk 3k heb, dan kan ik dus hierop slaan. En dat zal het wel een stukje makkelijker hebben. Sneller maken. In ieder geval, we hebben ook al 130 winst door al die cadeautjes. Dus dat betekent in principe dat we dit ei hier kunnen openen. Ik weet alleen niet of dat slim is om te doen, want we hebben nu op zich al best wel goede huisdieren. Ik denk dat ik gewoon wil gaan sparen voor deze, voor 700 winst. Ik denk dat dat wel te doen is. Eens even kijken. Ik heb nu ondertussen al best wel veel nunchuck power. Kijk eens aan. En dat betekent dat ik nu officieel ook hierop kan slaan als het goed is. Heeft dit nou extra of... 154, 100... Ja, maar ik sla echt een stuk slomer als ik hierop moet slaan. Dat is echt niet goed. Kijk hoe sloom dit nu gaat. Dit gaat echt super sloom. Dit gaat veel sneller, zeg maar. Dan kan ik toch beter gewoon de hele tijd dit doen? Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat ik toch het beste die katana power kan trainen. Ik denk dat dat toch wel wat slimmer is, zeg maar. Of ik kan nog even kijken, want we hebben hier ook nog iets, namelijk... dit hier. En dat geeft dat nu plus 22. Ik moet eigenlijk een beetje erachter komen wat nou daadwerkelijk het snelste is. Dit geeft nu deel de plus 44. Heb ik 3k, dan krijg ik waarschijnlijk plus nog meer, nog meer, nog meer. Ik denk oprecht dat katana's het allerslimste is om te trainen. Ik denk dat dat gewoon het snelste gaat. Ik zie ook de meeste mensen hier katana power trainen. Dus ik neem gewoon aan dat katana power het slimste is om te trainen. We krijgen hier weer een cadeautje. Plus 500 wins hebben we erbij. Let's go. Dat betekent dat we dus al bijna dit ei kunnen openen. Want die kost 700 wins. Even kijken. We zijn op dit moment 22k sterk. Dus we zouden tegen jou kunnen vechten. Jij bent namelijk voor 8k. En dat gaan we ook doen. Oh, easy. Easy. Kijk eens aan. En we hebben de experience. Oh, ik moet iets sneller slaan. En dan hebben we de experience.
verslagen. Hartstikke idee. En hoeveel winst krijgen we dan? 25 winst krijgen we daarvan. Oké, we gaan even trainen voor de Noob Ninja. Daar hebben we 65k voor in totaal nodig. We hebben al 16.000 katana power. We hebben al de beste katana geclaimd. Even kijken, volgens mij doet hij automatisch een nieuwe katana pakken. Oh nee, toch niet. Nou, kijk eens aan. Kunnen we hier weer een nieuwe pakken. Dan krijgen we nu de hele tijd. Even kijken, ik zie het zo slecht. 337 of zo erbij per seconde. Of 400 zelfs per seconde krijgen we nu erbij. En we kunnen natuurlijk ook rebirthen. Alleen, ja, als je rebirth, dan gaan al je wins weg. Of dan gaan er heel veel wins vanaf, volgens mij. Dus laten we eerst dat ei openen voordat we gaan rebirthen, zeg maar. We kunnen weer een nieuwe katana pakken. Laten we dat ook eventjes gaan doen. Hoppakee, hebben we weer een nieuwe katana. Dan krijgen we nu al de hele tijd. Hoeveel is het? Ik zie het zo slecht door al die komma's erachter. 486. En de beste katana kunnen we pakken bij 125k. We hebben ook al 70.000 kracht, dus we zouden de Noob Ninja nu aankunnen. Maar ik ga toch nog even iets meer trainen, want ik wil de Noob Ninja makkelijk aankunnen. Ja, ik onderbreek deze video, want we hebben gewoon bijna de 100.000 abonnees. Dus jij daar, die elke dag naar mijn video's kijkt, ga eens abonneren. Kom op, doe dat nou gewoon. Deze wil ik ook voor MiG 3 hebben, dus abonneer nou, gun mij. En kijk eens aan, we zijn weer wat sterker. En dan kunnen we de nieuwe katana pakken. En dan krijgen we nu de hele tijd 552 erbij. Oké, laten we eventjes gaan trainen voor de 100.000 katana power. En dan gaan wij tegen de fantastische, hoe heet die ook alweer? Even kijken, tegen de Noob Ninja. En we hebben al 100k katana power. Let's go. Dan doe ik auto fight. Nee, ik hoef niet eens auto fight te doen trouwens. Ik ga gewoon vechten er tegen. Als het goed is, winnen we dit makkelijk. Maar we moeten gewoon heel erg snel klikken. Nou, makkelijk. Het is nog best wel lastig hoor, deze gevechten. Kom op. Kom op. Kom op, Mac. Klikken, klikken, klikken. En we moeten wel winnen. We moeten wel winnen. Kom op. Wat duurt het lang, zeg. Ik moet nog echt veel, veel, veel sterker worden, zie ik al. Maar we krijgen, als het goed is, wel heel erg veel winst hiervan. Wat is dit moeilijk? Waarom is dit zo moeilijk? Kom op. Kom op, kom op, kom op. En we hebben gewonnen. Oh, jeetje. Kom op. Jeetje, wat dit is zo moeilijk. Ja, wajo, ik kreeg het er gewoon warm van. Maar kijk eens aan, we hebben wel fantastisch veel winst gekregen. En dan kunnen we dus dit ei hier gaan openen. En hopelijk zit hier wat goeds in. Geef me niet die lava slime. Gewoon niet die. De lava slime krijgen we. Natuurlijk. Even kijken, is die goed genoeg? Ja hoor, die is zeker beter dan die. Niet veel beter. Maar kijk eens aan, nu krijgen we toch weer wat meer katana power elke keer erbij als we slaan. Zetten we weer even dat autotrain aan. En dan gaan we eens even heel veel trainen. Want dit kostte me eigenlijk nog veel te veel moeite. We moeten echt veel en veel sterker worden. En bij 125.000 katana power kunnen wij, als het goed is, de allerbeste katana krijgen. En die geeft letterlijk het dubbele van die we nu hebben. Dus kijk, we hebben nu 125k. Dan equippen we die. En nu krijgen we elke seconde 1.1k erbij. Terwijl we net 500 erbij kregen. Dus dit gaat nu wel echt een stukje sneller. Dus ik ga eventjes nog heel veel trainen. En dan wil ik jullie nog even iets vertellen. Je bent betrapt. Je hebt niet op die abonneerknop gedrukt. Ik heb je wel door. Abonneer nou gewoon. We willen die derde playbutton. Heb je het nu wel gedaan? Dankjewel. Geniet van de video. Kijk eens aan. We hebben al 215.000 katana power. En het is eens tijd om te gaan rebirthen, besefte ik me nu. Hoppakee, nog een rebirth. En nu krijgen we de hele tijd. Even kijken. Oh, we hebben weer... Ah, nee, nu hebben we ook weer de slechtste katana. Nee! Ik had gehoopt dat niet zou gebeuren. Ah, als je rebirth, heb je dus ook gelijk de slechtere katana. Ah... Dan hadden we dus eigenlijk veel meer winst moeten fixen. Dit is niet zo slim van mij. Gelukkig gaat het nu wel een stukje sneller. Echt veel sneller, zeg maar. Maar ik had echt veel meer winst moeten regelen. Oh, dan had ik in één keer vaker kunnen rebirthen. Dat was zoveel slimmer geweest. We kunnen wel weer spinnen aan het rad. Dus hé, misschien hebben we geluk. En misschien krijgen we iets super, super goeds. En we gaan het zien. Wat krijgen we? Wat krijgen we? Ja, let's go! Hè? Maar heb ik hem gekregen of niet? Want hij geeft geen wel. Ja! Keer 10, baby! Let's go! Hoppakee! Dit is wat ik wilde. Let's go, let's go, let's go. Kijk hoe snel het nu gaat. We krijgen nu al 700. En we hebben nog lange na niet de beste katana. Ik ben zo benieuwd als we die van 125.000 katana power kunnen gebruiken. Die gaat echt overpowered zijn nu. Kom op, Mick. Trainen, trainen, trainen. Bijna 75k. Besef, we krijgen nu al 850 per seconde, hè? Of per klik, zeg maar. Dat kregen we net bij... Ja, we kregen net 1k bij de allerbeste katana. Dus dit gaat echt wel een stukje sneller. Kijk eens, we kunnen nu
deze katana gebruiken. Die geeft nu al bijna 1k per seconde. Oftewel 964. En als we al 125k hebben, dan denk ik dat die katana gewoon bijna 2000 per klik geeft. Wat dus gewoon het dubbele is van wat we eerst hadden. En we hebben die 125k equip. En ja hoor, 1.9k krijgen we nu telkens. Oké, dat maakt het trainen een stukje sneller. En we zijn een tijdje verder. We hebben 1 miljoen katana power. Nou, dames en heren, als we nu niet de allerbeste kunnen verslaan, namelijk de Dojo Master, dan weet ik het ook niet meer. Dit moet toch goed komen, zou je zeggen. Let's go! Kom op, Dojo Master! Kom op, versla Mick! Versla hem! Gaat het me lukken? Gaat het me lukken? Ja. Dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Die Dojo Master is er helemaal niks bij. Let's go! Hoppakee. En we gaan gewoon gelijk nog een keer tegen hem vechten, jongens. Want ik wil gewoon meer winst. We krijgen letterlijk 600 winst van hem als we hem verslaan. Het is echt insane. Hoppakee. Kijk eens aan. Bam, 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 bam. En dan hebben we hem nog een keer verslagen. Kijk, en dit had ik eigenlijk moeten doen voordat ik ging rebirthen. Want ja, nu ben ik gewoon super sterk. Nu kan ik super veel winst verzamelen. En ja, dan kan ik dus in één keer echt 10 keer rebirthen als ik echt mega veel winst zou hebben. Maar hey, zoals jullie zien, de Dojo Master is geen partij meer voor mij. Wil je deze Roblox game zelf spelen, dan moet je echt de link in de beschrijving checken. Misschien word jij wel beter dan ik. Probeer het, zou ik zeggen. Wil je nou nog een leuke Roblox video zien? Klik dan snel hier. Ja, dit is ook een hele leuke Roblox video. Dus klik erop. Abonneer op mijn kanaal, want ik wil 100.000 abonnees. En dan zeg ik, Mick out.